Nou, ik racht ze allemaal af hoor. In de sportschool mag ik hopen. Nou, dat weet je niet. Ik heb een geheim leven hiernaast. Ik ben drievoudig wereldkampioen powerlifter geworden en ik heb met allerlei wedstrijden crossfit meegedaan. Ik wist niet eens wat crossfit was, ik wist niet eens wat powerliften was. Ik ben er eigenlijk helemaal zo, nou ja, soms ingeluisterd tussen de aanhalingstekens. Duwen! Ja! Kom nooit van eraf. Is het zo erg? Ja. Oh god. Ik ben toevalligerwijs 12 jaar geleden met mijn coach in aanraking gekomen en die zei kom bij mij trainen. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet nodig, maar, want ik had last van mijn knieën. Dus toen zei ze van nou ja, dan zal ik je even meteen naar een goede fysiotherapeut doorverwijzen. En ik dacht bij mezelf van oké, dat gaat ze niet doen. Maar 2 uur later stond ik bij hem. Op! Ja, goed zo. Trekken. Ja, stilstaan. Oh, het is fantastisch, vind ik, dat ik op mijn 75ste voor de 3e keer wereldkampioen geworden ben. Mijn coach en ik, Jing en Goschalk, wij zijn gewoon een winning team bij elkaar. Ik ben moe. Nee, niks ervan. Nou, nog eentje. Nee, nog 4. Oh, nog 4. Let's go. Oh, sorry. Nee, Ricardo, je weet niet waar je bent. Sorry, mevrouw de trainer. Hoe lang ga je nog door met dit? Tot ik er beneden val. Dat zie ik mijn oma nog niet doen. Nee, maar oma moet oefenen. Ik werd ook niet op een ochtend wakker. En dacht, kom, ik ga het toch even doen. Dus er zit heel veel werk en training in. Er zit heel veel werk en training in. Nou, ik heb het binnen een week geleerd, geloof ik. Net zoals iedereen heb ik ook evenveel kans en heb ik ook geen garantie op gezondheid. Vorig jaar kreeg ik buikpijn. Had ik, terwijl ik nooit iets heb. En toen bleek toch dat ik een tumor in mijn darmen had. En ja... Toen merkte ik wat fit was. Ik heb gewoon doorgetraind, behalve toen de operatie er kwam. Heeft het bij jou dan ook echt geholpen, zeg maar, om door de sportschool in te gaan, door eigenlijk dat ook te overwinnen? Ja, en hoe minder zin je erin hebt, want ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van nou, bekijk het verder maar. Gewoon gaan. Lekkere kerels, hier kijken, lekkere meiden. Nou. Zitten die in het bejaardenhuis niet? Nou, ik denk het niet. Nou, dat denk ik eigenlijk ook niet. Dat zie je wel. Nou, ik racht ze allemaal af hoor. In de sportschool mag ik hopen. Nou, dat weet je niet. Ik heb een geheim leven hiernaast. En als je nou 1 ding kon meegeven aan de oudere generatie, wat moet ze doen? Jullie kunnen meer dan je denkt dat je kan. En jullie hebben veel meer talenten dan je laat zien. Zoek dat. Ga muziek luisteren. Ga andere dingen doen. Ga bewegen. Maak. Je hoeft niet zoals ik een topsporter te worden. Als je het leuk vindt, kan je het doen. Maar doe iets. En je gezondheid is gewoon het belangrijkste, want op het moment dat we ziek worden, willen we gisteren beter worden. Je kan toch lekker sporten, krachttraining, proteïnes eten. Nou, wat wil je nog meer? Lekker fit blijven. Ja, lekker fit blijven. Nou, knal hem erdoor. Ja.